Een arrestatieteam moest eraan te pas komen afgelopen zaterdag. Ze vielen een huis binnen omdat hier mogelijk het vuurwapen zou liggen. Een agent was dat wapen kort daarvoor kwijtgeraakt toen er bij een aanhouding een worsteling was ontstaan. Hoe kan iemand zijn vuurwapen kwijtraken? Ja, dat zoeken we dus echt nog tot op de bodem uit. We hopen dat er uiteindelijk een verklaring komt van hoe dit heeft kunnen gebeuren en dat we daar dan als organisatie ook van kunnen leren. Het wapen lag niet in de woning, maar werd uiteraard tot grote opluchting van de politie 2 uur later aangetroffen. Het wapen is uiteindelijk gevonden door de speurhond in de directe omgeving in de bosjes. En zaten alle kogels er nog in? Ja, onze forensische opsporing heeft uiteindelijk onderzoek gedaan aan het wapen. Ook om vast te kunnen stellen dat het vuurwapen van de collega was. En dat bleek zo te zijn. Het incident leidde op social media tot nogal wat verontwaardiging. Het werd als onprofessioneel en knullig omschreven. Ik snap heel goed dat mensen dat denken. Maar je moet ook begrijpen dat het voor de collega ook een heel heftig incident is geweest. Je komt daar gewoon ter plaatse om je werk te doen. En opeens ben je je vuurwapen kwijt. Daarom doen we ook grondig onderzoek om te kijken hoe dit precies heeft kunnen gebeuren. Er zijn zaterdag in totaal 3 mensen gearresteerd, al bleken 2 van hen er niets mee te maken te hebben. Wie het pistool heeft meegenomen en in de bosjes heeft gegooid, wordt nog onderzocht.